Ja, ik had de voorstelling al een paar keer gezien, dus ik vind het een fantastische voorstelling. En ik ben zo blij, maar echt zo blij, dat ze mij gevraagd hebben om een rol te spelen. En dat is de rol van Odilon. En dat is geen grote rol, maar dat is niet erg. Ik vind dat eigenlijk fantastisch dat ik nu voor de eerste keer in een hele grote productie als die van Studio 100 mag meedoen. Frank van Laken heeft mij al meermaals gevraagd of gepolst of ik wilde meedoen. En ik heb eigenlijk nog nooit de stap gewaagd. En ik zag de première en ik was eigenlijk direct verkocht. Ik vind het echt een ongelooflijk schone voorstelling. Dus ik had zoiets van, oké, Tine, zeg nu maar een keer ja en proef er maar eens van. En, maar nog altijd wel, ben nog altijd wel curieus. Ik ben hier deze namiddag aangekomen en ik word er meteen ingesmeten. Want we zijn eens door de muziek gegaan, dus ik heb alle nummers al een keertje kunnen zingen. Het was vandaag heel fijn om mijn eerste dag te beleven hier. Vooral omdat mijn collega's tussen twee voorstellingen in de tijd hebben genomen om toch rustig door die scènes te gaan. Het was heel spannend, zoals altijd, het gevoel van een eerste schooldag, maar ik ben super content. Ik zie de rol van Cyril helemaal zitten, omdat het een heel dankbare rol is, vind ik. Het is een beetje de comic relief in heel het verhaal en dat is altijd een cadeau om te spelen. Amai. Ik mag hier lopen, natuurlijk, ik mag hier lopen. Hè. Ik ben gewoon heel curieus om daar een deel van te zijn en om een beetje... Ja, ik denk dat dat gewoon ook een feestje gaat zijn om daarbij te mogen zijn. Ik denk dat dat een beetje het summum is van wat je kunt doen in musical in Vlaanderen. En dat is, ja, dat mag ik nu al doen. Ik ben er heel trots op. Ik ga er met honderd achter zitten. Ik kijk er enorm naar uit om vanaf september erin te vliegen.